mensen welkom terug bij de Kopenhagen Fashion Week vlogs. Ik ben even mijn les met Get Ready aan het doen. Ik doe deze heerlijke oorbellen in van de Saar. En we gaan eerst maar een presentatie van Thea. Ik weet niet hoe jij haar naam uitspreekt. Het is een onwijs mooi klassiek merkje. En ik heb ervoor gekozen om gewoon mijn lookje dat ik gisteren bij Loods heb uitgezocht. Ik zal het even in de full length mirror laten zien. Hoe cool is deze broek? Love it. Die is dus M by M. En die top is... En de top is Maria Scarla. Hoe cool is dit? I love it. En hier overheen doe ik gewoon even dat bruine Bimba jasje. En voor schoenen heb ik gekozen voor deze van Bettina Vermilion. Love deze slippers. Ze hebben een soort van dezelfde kleur glans. Dus dat heb ik vandaag eerst. Dan heb ik volgens mij een event van H2O. Daarvoor heb ik lekker kleurrijk lookje gedaan, want die hebben nu een heerlijke kleurrijke collectie. En dan heb ik volgens mij een presentatie van J. Lindenberg. En dan Baum. Oh my god, Baum Fashion Show of course. En daarna drinks en bites met tante. Dus het is echt een crazy packed schedule. Geen idee hoe ik het ga doen. Ik ga straks met vier andere meiden... drie andere meiden in de lobby meeten om naar de eerste te gaan. En dan ga ik gewoon even kijken hoe ik terugkom en hoe ik dus alles ga omkleden. Gelukkig zijn de laatste twee hier heel dichtbij. Die andere moet ik wel even kijken hoe ik terugkom en erheen kom. Maar dat komt wel goed. De metro is hier top, alleen het weer, again, vandaag is raining. Dus dat is niet ideaal. En ik heb trouwens Wes vanmorgen uitgezwaaid. Die is weer terug gaan rijden naar huis. En ik vlieg zelf vrijdag naar huis. Maar ik neem jullie gewoon lekker mee. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward. Never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you. But now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Dus we zijn dus nu in een soort shop van Aloha's. Dat kennen jullie misschien wel. Ik zal het even laten zien. Dat is dit merk. Ze hebben echt de beste sandalen, maar ze hebben zoveel. Dat wist ik ook niet eens. Allemaal laarsjes. Kijk hoe goed deze zijn. Die komen nieuw uit. Ik denk dat heel veel deze laven. Ik vind deze boots echt amazing. Hoe fijn zijn die? Perfect dat het bruin en zwart is. Echt amazing. Of course een leuke mirror. En kijk deze flats. Hoe fun met dat denim. Pink of course. Ik hou ook echt van gewoon lekker en slink. En ze hebben dus ook heel veel kleren. Hoe fun is dat? Dat is natuurlijk ook niet. Maar echt wel wat hele goede pieces. Mijn favorieten zijn deze. Ze hebben hier dus meer color combo's van. Deze is echt amazing aan je voet. En dit is ook echt een staple. Zo kan je namelijk paletjes ook nog in de herfst dragen. Hoe fun. Hier heb je dus ook nog kleren en deze jurk. Oh my god. Dat is dus een full length strapless. Love ook deze top. En ze hebben nu jasjes. Die zie je hier. Hoe fun. Oké, bitch, we zijn back. Ik ga heel even snel wat eten. Het is echt crazy. We zijn na Dea. Ik wil het gewoon niet uitspreken omdat ik het fout ga zeggen. Maar het staat hier op mijn tas volgens mij. Dea Curibal. Zijn we naar Aloha doorgegaan. Dat zit hier tegenover. Zij hebben een café. Ze hebben namelijk normaal geen shop. Dus nu kon je het dan even voelen en zo. En ze hebben heel liefst een giftcard gegeven om iets uit te zoeken. Om thuis te laten sturen wat amazing is. Want I don't know hoe ik dit allemaal terug naar huis ga nemen. Maar wel super grateful. Ik ga deze look uittrekken. En me even snel omkleden. En dan hebben een paar nog een andere showroom of show volgens mij. Een soort presentatie is het volgens mij. Van Holzweiser. En dan zijn er ook talks. Gewoon een hub. Daar kan ook iedereen altijd naartoe gaan. Daar ga ik denk even naar mee. Want dan is Vogue Business die daar een talk doet. Dat is trouwens een aanrader. Als je dat soort dingen leuk vindt. Of fashion of een beetje meer in de wereld wilt komen. Of nou ja, dingen erover wilt weten. Moet je even abonneren op Vogue Business. Dan kan je gewoon een newsletter elke dag volgens mij krijgen. En ze hebben ook nog een insight. En dat is dan betaald.
voor 200 euro per jaar of zo. En dan krijg je nog meer rapporten en zo als je echt daar hard in wilt duiken. Maar nu is degene van Folk Business die gaat spreken over de changing in the digital space. Dus dat is denk ik wel heel leuk. En daarna komen we denk ik hier terug. Dan heb ik HVO, dan Baum. En, oh nee, we gaan gelijk door naar Lindenberg. Dan komen we terug, ga ik omkleden voor HVO. En dan, even denken, hebben we weer hier net terug en dan Dante. Dus dit is crazy on the go. Ik ga dus dan nu mijn lookje aandoen voor Lindenberg. Oké, ik ben omgekleed. Ik heb hier mijn Bimba oorbellen ingedaan. Want ik dacht, dat is wel fijn met dit shirtje. Deze kant is bruin. Dit shirtje is van Helmut Lang. Broek is Sarah, schoenen ook. Het zijn mijn Panther heels. En ik doe gewoon weer mijn Bimba jasje eroverheen. Ik ga nu even snel dit eten. Ik vond dit lactose en glutenvrij in de 7-Eleven en heb een spoel gepakt. En dit eventueel voor 's middags. En ik heb dus net, sorry voor de mes, bij Aloha's heel lief deze tas ontvangen. En dan bij dus Dea Cudibal. Een onwijs mooie jas. Echt oh my god. Dus zal ik even wat clipjes en zo van in beeld zien. Of dat hebben jullie al gezien in mijn recap. Maar die is echt amazing. Misschien doe ik die ook nog wel bij een van de lookjes vandaag aan. Want ik ben obsessed. Ik moet nu alleen even alles bij elkaar halen. Zodat mijn tas vast klaar is als mijn agent zegt dat we gaan. Oké, babes. Ik ben met lunch naar binnen aan het werk. Maar ik dacht, ik doe nog even die jas aan voor jullie. Om te laten zien. Dit is een S'je en volgens mij Current Collection, de Fall Winter. Dit is echt amazing. Als je nog op zoek bent naar een mooie jas. Dit is echt, I love it. Ik ben dus meestal niet van dit soort lange jassen. Maar for some reason is dit gewoon mijn vibe. I love, zeg maar, dat dit wat korter is. Je hebt een belt, hele mooie nette zakken. Ik denk doordat het soort van vierkante kut zijn, ook bij de kus. Is het gewoon een vibe. Ik draag dus een S'je. En I love it. Hij is super zwaar en dik. Dus het is wel echt meer een winterlook. Of hier 's avonds of zo. Maar I love, love, love it. Deze zullen jullie zeker vaak voorbij nog zien komen. En ik ben heel blij. Want ik haat dus echt winterjassen. Het is echt gewoon helemaal niks voor mij. Ik voel me nooit mezelf erin. En dit is gewoon een hele fijne staple. I love it. It replaced het gewoon. Dus het is echt een aanrader. En hij heeft dus een klein, het is roze met een soort crème erin. I love it. Oké, babes, we zijn nu bij Rotswijzers. We hebben een in-store event. Hier zie je nog één keer een beetje mijn look. Love it. En deze winkel is echt amazing. Kijk hoe pretty dit is. Love it. Deze jeans zijn ook echt amazing. En ze hebben echt overal hele mooie bloemen. Heerlijk, ja. Het is echt een goede tint. Picture. Kijk hoe goed zo je er ook uitziet. Love it. Dit is volgens mij allemaal Bimba. En kijk wat hier is. Love it. En dit is ook echt amazing. Dit zijn ingenieurs. Die zitten ook bij de agency. En love it. Kijk haar lookje. Helemaal gezellig. What did happen to the last 10? Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yes, this. Oké, liefjes. We zijn weer terug in het hotel en het was echt chaos. Dus ik dacht, ik doe nu even een sit-down. En we hebben echt van alles gekregen, dus. Als ik iemands vlog van zoiets kijk, zou ik dat heel graag willen zien qua unboxing en er wat meer over horen. Dus ik dacht, dat ga ik voor jullie doen. We zijn dus geweest allereerst bij Holzweiser. Dat was een in-store event en die winkel, oh my god, die was echt amazing. En we kregen ook daar een hele lieve goodie, dus dat was echt niet verwacht hoor. Het zijn allemaal, dat van de ja. Cariba, dat was een showroom visit. Dus dat betekent dat je naar hun showroom gaat. En ja, gewoon langskomt. De volgende collectie bijvoorbeeld bekijkt. En die van SS24. Want daar draait nu de Fashion Week om. Dus volgende spring summer van 2024. Daarvan zijn nu alle shows en de showrooms.
Dus dat is echt super leuk om dat te zien. En dan kan je dus ook al trends uithalen voor volgende zomer. Oeps, ik krijg allemaal appjes binnen. Die doe ik even in de oplader, by the way. Zo. Dus die liet ze zien. En oh my god, hun showroom was echt amazing. Zo mooi. Dat hebben jullie wel gezien in de filmpjes. En ze liet de volgende Fall Winter collectie zien. En daarvan is dus die coat. Dus dat is super leuk. Die ligt nu aan de winkels. Holzweiser was ook zeg maar de current collectie. En die gaf dus een goodie bag mee. Allereerst heb ik deze. Dit is dus een trouwjurk. Trouwjurk. Dus van, nou ja, truimateriaal. Dat is deze print met een open collar. En dan is die dus best wel lang. Misschien doe ik hem wel even aan. En daarnaast zat er ook nog een doosje in van hun eyewear. Ze hebben dus nu ook eyewear. En echt amazing pieces. Dus ik zag echt een onwijs leuke pilotenbril van dat toortje. Super big. Heb ik ook foto's mee gemaakt. Love it. Maar ook deze zag ik. En dit is de Lotta frame. En dit is de wide mix. Ik hoop het stiekem op de wide mix. Dat was Holzweiler. Super gaaf. Ze hadden dit jaar geen show in Kopenhagen. Maar wel dus de Blonde Fashion Week. Daarna zijn we doorgegaan naar J. Lindberg. J. Lindeberg. En die hadden, dat is ook wel grappig gedaan, gewoon een soort van event waar ze alles, maar oude motors en helmen en zo neer hadden gezet en hapjes en drankjes. En dan eens in de zoveel tijd kwamen alle modellen van een, nou ja, achterruimte. En die kwamen dan door de ruimte heen en dan gingen ze stilstaan. Dan kon je het even kijken. En toen we daar weggingen kregen we daar ook nog een goodie tas. En daar zit volgens mij een hoodie in van, dit is hun logo. En op de voorkant staat dan J. Lindeberg. En volgens mij dragen hier alle coole jongens het. Dus ik denk dat ik hier thuis een van de boys wel blij mee kan maken. Het voelt ook een beetje groot. Even kijken welke maat het is. XL in Moonbeam. En dit is de Copenhagen Store hoodie. Dus die is zo. Wel heel cool streetwear. Love it. En die kwaliteit is amazing. Daarna besloten we nog naar een talk te gaan van Folk Business keer Copenhagen Fashion Week. Bijna bij alle Fashion Weeks laten ze wel een, hosten ze een soort van panels. En soms heb je ook een soort fairs en zo, dat verschillende shopjes daar een pop kunnen doen. Dus dat is echt wel een tip als je ook ooit zoiets zou willen doen of in Amsterdam mee te rijden. Dan kan je gewoon naar de website van de Fashion Week gaan. En daar staat sowieso heel de planning. En dan kan je ook zien of iets open te publiek is, wat de pressmails zijn, nou noem maar op. Dus dan weet je ook waar je sowieso naartoe kan en wat je misschien kan contacten als je er zelf in wil. Wij zijn naar Folk Business gegaan en deze panel ging over de metaverse en de digital space. En augmented reality, omdat iemand van Snap Inc. er was. En het was niet per se de talk waar ik naartoe wou. Die is morgen, maar ik weet niet of ik dat red. Maar het was wel heel interessant, want ik weet gewoon nog niet zoveel over de, ik weet zeg maar limited over die werelden. En wat er nu al merken zeg maar in die werelden doen, hoe je dingen aan kan passen. Ze hebben bijvoorbeeld 60%, bijna 60% van de returns verminderd als mensen bestellen via de augmented reality. Dus op Snapchat heb je bijvoorbeeld een lens van Gucci items en die kan je dan optrekken, of Tiffany items, nou nog veel meer. En dan kan je dus ook, en ze hebben een pasding, dus je weet welke maat je nodig hebt. En je ziet gelijk hoe het je staat, waardoor het more likely is dat je hem ook houdt, omdat je het al deels op je hebt gezien. En er lagen deze boeken van de Fashion Week. En ik dacht, hoe leuk als Remember dat ik bij deze Fashion Week was. Dus ik dacht, misschien kan ik dat wel inlijsten of zo, als poster. Omdat ik dat, I don't know, misschien ben ik dan een beetje een loser. Maar I liked it. En ik dacht gewoon dat dit een loser was. Of dit. Maar zo is die ook wel leuk. Ik dacht, hoe grappig is dat als je dat ergens in je kamer of zo hebt hangen. Dus daar heb ik er van 2 van gepakt blijkbaar. Dat had ik niet door. Dus die neem ik mee naar huis. En ik kreeg ook nog een kombucha. Bij Holzweiser keer Rock Culture Kombucha. Dus die ga ik even drinken nu. En ik ga nu echt even
denk ik alvast de TikTok editen van zondag en die voor vandaag al deels. Zodat ik die zo snel mogelijk op kan live kan zetten voor jullie. En ik moet eigenlijk ook wat YouTube's uploaden. Want die heb ik wel geëdit, maar nog geen tijd voor thumbnails gehad en het uploaden. Dus dat ga ik doen. Want ik ben wel de hele tijd aan het filmen, maar ik ben een beetje aan het slekken met het uploaden omdat het zo druk is. En je natuurlijk wel internet nodig hebt. Dus dat ga ik even voor jullie doen. En dan hebben we straks nog een H2O party feestje. Walk-in, ik weet het niet precies. Dan om 7 uur hebben we de Baum Show. Dat is voor mij de grootste show, dus daar ben ik echt heel excited voor. En heel benieuwd naar. En dan hebben we daarna nog met Dante Drinks. En dat is aan de overkant, H2O ook, Baum niet. Dus het is nog best wel planning. En het is nu 4:50. We hebben dus al 5 dingen gedaan. Dus best hectisch. En sommigen hebben dus nu ook nog Stine Koya, wat echt crazy cool is. Ik ga dat dus nu even allemaal lekker doen. En misschien me alvast even omkleden. Ik hoop dat jullie deze vlogjes een beetje leuk vonden. Ik hoopte iets meer tussendoor te kunnen filmen. Alleen het regent de hele tijd. En het wijt. Dus je kan ook niet echt on the street met andere meiden filmen. Dus dat is jammer. Dus ik probeer wel af en toe ook op mijn mobiel wat clipjes te doen. Dus misschien zien jullie daar af en toe kwaliteitsshift in. Sorry daarvoor. Oh my god, dit wordt echt heel lang. Maar ik hoop dat jullie het zo een beetje leuk vinden. Ik weet dat ik het in elke vlog zeg, maar ik wil gewoon dat het leuke vlogs zijn. En misschien iets meer een inkijkpiek in hoe zoiets er nou echt uitziet. Straks ga ik me dus... Ik weet dus niet of ik me nu moet omkleden met mijn H2O lookje. Of dat ik al mijn Baum lookje aantrek. Want daarom wil ik een hele mooie vlag maken met allemaal clipjes. En daar heb ik nu wel tijd voor en straks misschien niet. Dus misschien moet ik dat gewoon nu gaan proberen. Zodat ik straks daar niet voor stress. Ik voel me echt heel moe. Ik heb even een inkakker, maar het komt misschien omdat ik net een bananenbroodje kreeg. En daar zat er waarschijnlijk gluten in. Dus ik ga gewoon nu even wat dingetjes doen. En dan neem ik jullie denk ik wel even mee als ik me weer ga aankleden voor de volgende. Oké, babes. Ik heb ondertussen even het een en ander op mijn telefoon gedaan. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Maar de rest is dus wat laat uit Stine Koya gekomen. Dus ik denk dat ik me weer ga omkleden. Ik had namelijk een H2O lookje aan. Wat ik niet naar de Baum Show aan wil hebben. Maar zij gaan nu gelijk eten en dan omkleden en door naar Baum. Dus ik ga me nu ook maar omkleden. Want ik red het denk ik niet om en nog naar hun toe te lopen. En dan nog mijn Baum te doen. Oké, ik dacht aan deze glitterbroek. Dan doe ik deze top los. Ik ga me even verder aankleden en laat jullie straks de full look zien. Oké, babes, het is pure chaos. Maar ik ben uiteindelijk voor de normale denim gegaan. Voor een wat meer chill look. En dan dit dingetje op, want het lukt echt niet met die vlecht maken en zo. Normaal lukt dat amazing, maar ik denk dat ik een beetje gestrest ben. En ik ben dan gegaan voor dezelfde kleur schoenen. En dan ga ik voor mijn Louis tasje. En dan is dit de look. Ik hoop dat het binnen is. Want anders krijgen we het crazy koud. Maar ik denk dat ik het wel love. Ik zit alleen een beetje met stress dat ik wel een foto wil bij zo'n fotograaf als ik het durf. Maar dan weet ik niet of ik met deze look daarin gepakt word. Omdat de meeste mensen zo classy en whatever zijn. I don't know. Maar dat is denk ik een beetje onzekerheid of zo. Maar ja, ik wou wel graag deze dingen op. Dus ik ga het maar gewoon doen. En ja, ik ga even de andere mieten en dan gaan we. Oké, babes, I'm back van de show. Het was echt heel gaaf. Sorry, ik sta echt mega in de spotlight. Misschien moet ik hem wat zachter zetten. We waren alleen niet op de beste plek. Omdat we best wel lang ervoor op iedereen aan het wachten waren. En hoe eerder je komt, hoe betere plek je hebt. Behalve als je natuurlijk op de eerste rij ziet het bent. Maar het was een hele mooie show. Loved, echt zo'n... Sorry, ik ga Engels praten. Omdat ik net met allemaal mensen Engels praatte. Ik vond een paar lookjes echt amazing. Ze hadden wat glitteropjes waar ik, of course, van hou.
Dus dat was super leuk om te zien. Nu ga ik heel even opladen, ontspannen. En over 30 minuten moet volgens mij bij Dante zijn. Het is nu 8 uur. Dus dan hebben we drinks en bites. Dus dat is wel fijn, want ik heb nog niks gegeten. Dat ga ik even doen. Ik heb trouwens echt een amazing lookje van Dante gehad. Ik hoop. Ik heb dus geen idee hoe deze vlogs worden. En don't. Dit is nu de status van mijn kamer. Volgens mij kan het erger als ik de andere meiden hoor. Maar het is niet amazing. Dus dat ga ik even opruimen. Ik weet niet of ik dit eigenlijk in depth aan jullie heb laten zien, mijn station. Volgens mij wel in een vlog. Misschien de niet Fashion Week vlog. Hier in Kopenhagen. Maar ik heb dus gewoon lekker al mijn hakken hier neergegooid. Zodat ik ze easy kan vinden. Even weer organiseren voor morgen. Zodat ik ook snel kan. Zo. Deze. Ook. En dan deze. Zo. En dan ook even mijn tassen. Hier zit niks meer in, dus die kan hierbij. Die heb ik gewoon even op kleur gesorteerd. Daar zit sowieso horen nog geld in. Hier ook. Mijn kettingen. Even doen. Het wordt echt messier met de dag, maar whatever. En ik ga dit ook nog even wegleggen. Ik ga even kijken of jullie hier op kan bouncen. Balancen. Oké, dit is heel risky. Maar ik was dus echt vet nerveus voor deze show. Om een of andere reden, ik weet niet. Volgens mij had ik het gewoon... Ik was zo excited dat ik naar, nou ja, bouw mocht. Dat ik een beetje nerveus of zo werd en onzeker. Misschien ook door... De shows die ik al heb gezien en hoe mensen eruit zien, dat ik dacht, misschien ben ik te kleurrijk. Maar ja, dat is mijn stijl. En Baum is dat ook wel. Dus ik dacht, ik doe het gewoon. En ik werd dus direct op de foto's en zo gedaan. Dus dat is heel gaaf. Sorry, don't mind dat. Maar dat is mijn... Ik verzamel mijn flesjes voor statiegeld en mijn koffer en zo. Dus dat was eigenlijk wel heel cool. Alleen, ik werd super awkward. Dus dat is een beetje jammer. Want ja, nu ben ik een beetje bang dat ik niet zo leuk op de foto sta. Terwijl ik dan denk, waarom own ik het niet gewoon? Ik kan prima poseren of zo. Dus daar bouw ik een beetje van. Maar hopelijk zitten er wel wat leuke foto's bij. Maar je merkt wel dat sommige mensen... Je wilt, zeg maar, als je hebt... Kijk, ik was... Ik weet niet wat ik wil zeggen. Oké, sorry, het komt er niet uit wat ik wil zeggen. Maar je hebt natuurlijk dat aan de ene kant wil je heel graag op de foto. Want je merkt gewoon, sommigen worden echt door folk, Harper, Bizarre. Allemaal van dat soort web, fashion websites worden zij gewoon dik op de foto gezet of door fotografen. En dat is echt heel gaaf. Plus ook gewoon cool om te hebben. Maar ja, ik ben daarvoor nog een... Oké, je moet het manifesteren. Ik ben daarvoor nog iets te mini. Maar leuke looks zitten natuurlijk wel op de foto zetten. Maar de eerste keer bij de shows rende ik echt weg. Want ik vond het gewoon doodeng. Ik dacht, ze bedoelen van mij vast niet. Dus toen ben ik snel weggerend naar het OV. Super stom eigenlijk, maar ja, whatever. Nu dus wel gedaan. Alleen, ik weet niet, ik durfde niet echt. Dus dat was een beetje jammer, want stiekem wou ik het wel. Maar je merkte wel dat natuurlijk iedereen dat wel graag zou willen. Want het geeft gewoon wat publiciteit en dat is goed. Dus dat is echt super interessant om te zien, want dat ken ik natuurlijk nog helemaal niet. Ik dacht gewoon dat het standaard is als je naar de show loopt, heb je de fotografen. Maar daarbij is het soms natuurlijk te veel mensen te chaotisch om dat bij iedereen, dat loopje te geven. En ze moeten je... Maar ja, de foto's kan je trouwens allemaal zoeken op Kopenhagen Fashion Week hashtag. CPHFW. Als het goed is, ik heb daar ook nog geen verstand van. Maar we zullen zien ook de komende dagen mezelf voorbij zien komen. Dat zou wel heel cool zijn, maar ook een beetje spannend. Ik moet me nu echt klaarmaken. Ik ben alleen maar aan het lullen. Jullie panaceren trouwens echt op een fris, op een flesje. Dat kan eigenlijk echt niet. Oh my god. Maar het werkt. Nu voel ik me een beetje zo de YouTuber stikken altijd. Ja, kijk. Auw, niet. Ik ga me even omkleden dat ik even kan ontspannen. Ik moet mijn mobiel een opladertje doen. Want die heeft geen batterij meer.
Dat is echt de battle van de dag. Wow, goed. Dat was niet zo slim. En ik ga dit even verder opruimen. Oké, ik pas ook nog even snel het item van Holtzweiser aan. Ines had hem dus vanavond aan. Ik weet niet of jullie haar volgen. Is een Spaans meisje, zit ook bij Doctor Agency. En dat zag echt amazing uit bij haar. Oké, love the top, de onderkant en de nou. Daar ben ik te conscious voor om te laten zien. Ik ga me nu echt even omkleden. Oké, ik heb dus van Dante een heerlijk setje gekregen als top met een bolerootje. Hoeven, dus die ga ik even aantrekken. Ik ben love, love, love. Wacht. Oké, ik heb nu de top aan en oh my god. Deze kut is echt amazing. Ik had hem in een store al even aangeprobeerd. En echt, I love it. En met die bolero zal ik ook even laten zien. Dit is de bolero erbij. En echt, hoe heerlijk voor nu. Love the look. En ik ga hem misschien met deze broek doen. Of die nieuwe die ik van Munt heb gekregen. En ik ga eerst even denk mijn haar omhoog doen. Voor een iets meer evening look. Oké, welkom in de badkamer. Oké, ik ga even een mini touch-up doen. Ik gebruik deze van RMS, dus losse letters. And I love it. Dan oké, even ik verlies dus nu al alle kleur van mijn gezicht. Echt vreselijk. Dit is echt mijn all-time favorite brush. Ik heb trouwens dit echt 3 vlogs geleden volgens mij aan jullie laten zien. Zo doe ik het gewoon, whatever. Oh, misschien nog een beetje van de highlighter. Die is echt stunning. Die is ook van dat palet. Die is echt mees. Zo. Ik ben dus nooit. Oké, wacht. Oké, ik ben dus nooit zo'n fan van de highlight, omdat ik het altijd zo vind glimmeren. Maar dit geeft echt een beetje een wet look. Het is dus dat Morphe duootje. Ze hebben hier verschillende kleuren van. Ik heb dus Pink Please en daar heb ik dus een lip highlight, blush en nog iets in zitten. Ook schaduw. En I love it. Ik gebruik de blush elke dag en de highlight dus alleen voor je fans op mijn ogen. En hier maar echt sinds 3 dagen. En dit is dus het kleurtje, dus zie je nu iets beter. Ik ga nu denk ik even mijn haar omhoog doen. En dan nog even iets welke broek. Oké, babes, I'm ready. Ik heb nog even wat clipjes in mijn haar gedaan en dus omhoog gedaan. Een andere oorbel in en dan is dit de look. Ik heb dus mijn muntbroek aan. En dan heb ik gewoon die squares aan. Die zie je toch niet zo erg omdat die mijn broek lang is. Maar ik dacht ik heb wel iets van een lookje, een hakje nodig omdat het een avondevent is. Maar dit is de look. Ik ben echt super moe. Dus ik denk, ja, dus het ligt er een beetje aan of het leuk is of ik heel lang blijf. Want eigenlijk wil ik ook gewoon editen. Douchen moet ik nog. En morgen hebben we om 9 uur weer een event. Dus ik denk dat ik ook weer vroeg eruit moet om daar naartoe te gaan. En me daar zelf voor klaar te maken. Maar wel echt allemaal super leuk. Maar mega lange dagen. Echt love deze look. Hoe fun is die? Maar ja, ik ga daar nu lekker heen. Bedankt voor het kijken van dag 2 op Being the Lulu in Kopenhagen. Morgen dus nog een dagje. En vrijdag is denk ik Cozy Fun. Dus ik zal even kijken of dat überhaupt dan is maar 1 eventje en nog wat dingen doen. Dus ik weet niet of dat leuk is om ook echt te vloggen. Maar morgen doe ik sowieso nog. Maar bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei, doei.